Van de verwoesting die de tyfoon aanrichtte in het hart van het rampgebied op het eiland Leyte maakte NOS-cameraman Erik Feiten deze beelden met zijn vliegende camera. Vooral vanuit de lucht is de omvang goed te zien. Van een kathedraal staan eigenlijk alleen de muren nog overeind. Het interieur is volledig vernietigd. Er zijn nu ruim 3600 doden geteld. En ruim 12.000 mensen raakten gewond. De wereld heeft het gezien. Hou vol. Het is een hart onder de riem van een Filipijn die de wanhoop onder zijn landgenoten ziet. Maar hoe hou je het vol als niets in je wereld meer is zoals het was? It makes me feel sick, very sick, and disoriented. I might blown up my mind. Wegwezen is wat velen denken. Het zwaar gehavende vliegveld van Tacloban is een van de weinige plekken met zicht op een uitweg uit alle ellende. Maar het is ook de bron van leven voor zij die blijven. De noodhulp die hier binnenkomt reikt tot ver in het achterland. Dankzij de helikopters van het leger. Die maken de wanhoop van zeer dichtbij mee. People surround the helicopters, so we land the helicopters a little bit farther from the population areas. So before the people come in, we will take off, go, drop other places, drop and then go, drop, go, drop and go, various places. Alle inspanningen ten spijt zijn er nog altijd mensen niet bereikt, ruim een week nadat het tyfoon toesloeg. En veel mensen zijn nog altijd niet teruggevonden. Officieel zijn het er bijna 1200. We first asked them, where should we find people who went missing but were rescued and still alive? Where should we go? But they don't know too. If they say that they found a dead boy who has a life jacket on him, no shirt, no shorts, just diapers and life jacket, it would be really helpful for us. But nothing. They cannot give us anything.